Sam van Peperstraten dus. Nevels begon overigens uitstekend aan deze Champions League. Het won de eerste wedstrijd van Soria Numancia uit Spanje. En dat was eigenlijk een grote verrassing, want van deze Zwitsers wordt eigenlijk niet veel verwacht in deze pool. Daarna werd Concordia wel even op de plek gezet. Het verloor met 3-0 van Friedrichshafen en met 3-0 van Piraeus. Kortom, twee ploegen tegen elkaar die allebei één wedstrijd wisten te winnen tot dusver in deze Champions League. Broeren. Hard in het Zwitserse blok. En zo de voorsprong in de eerste set voor Concordia Nevels. Denkers met opzet. Mulder die wordt gepakt. Maar opnieuw kansen voor Dynamo. Broeren niet voluit. En ook hier weer het antwoord van de Zwitsers. Osthoorn. Nog altijd de beginfase van de wedstrijd. Als de ploegen nog een beetje de kat uit de boom kijken. Maar dan wel het punt. Via Contreras. Mexicaan en zo 7-5 voor de Nevels. Middenaanval met Osthoorn. Dan wordt gepakt. Goede redding dan. Door Denkers. En zo 7-6. Eigenlijk wel een mooi verhaal van die Zwitsers. Het is maar een heel klein plaatje ergens in de bergen daar in Zwitserland. Nevels. Maar plotseling besloten wat mannen daar met heel veel geld om de volleybalploeg te gaan sponsoren. En heel langzaam zijn de successen gekomen. De laatste 2 jaar is de ploeg kampioen geworden in Zwitserland. Daarvoor waren ze 4 keer 2e en er werd een goede coach gehaald 2 jaar geleden. Een Pool die ook lange tijd in België werkzaam was. Jurek Strumilo. Het is echt een kampioenenmaker, een soort Pierre Mathieu. 8 keer mocht hij al de schaal omhoog houden. Niet alleen in België, ook in Duitsland en Frankrijk. En hij heeft er een leuke ploeg van gemaakt, van dit Concordia Nevels. Overigens wel een mooie aanval daar in het midden van Sander Olsthoorn, een van de 2 internationals van Dynamo. Denkers. Met de geplaatste opslag die net binnen de lijnen valt. 15-18, want nu Denkers. Wel een paasfout, misverstand bij de Zwitsers. En 16-18. Maar Dynamo nog steeds niet echt lekker in de wedstrijd. Duidelijk favoriet. Maar het dan ook waar kunnen maken. De service lijkt eindelijk onder controle. De service van de Zwitsers. Justin Sombroek. Stond vorige week tegen het Franse Poitier uitstekend te serveren. Kan zich nu in die eerste set nog niet onderscheiden. Service van deze Contreras in het net. Olsthoorn dan. Ook hij is steeds meer met servicedruk spelend. Nou, wild uitgeslagen door deze Lucas Huber. En zo 19-20. Nog altijd voor de Zwitsers. Het gelukkig gepakt door de verdediging van Dynamo. En misschien nu eindelijk de gelijkmaker. En dat lukt. 20-20 via Mark Broeren. Olsthoorn. Mooi bok daar van Ronald Sootsma. En eindelijk de voorsprong voor Dynamo. 21-20. Olsthoorn dan. Terwijl dit Appie Kruijs is, de coach van Dynamo. Mulder. Keurig via de buitenkant. 22-21 Dynamo. Broer. Haja. Ervaren speler aan de Zwitserse kant. De prikbal van Broer mislukt. Maar opnieuw kan Dynamo bouwen. Mulder. Ook hij komt er niet doorheen. En zo de Zwitsers weer naast Dynamo. Nevels beschikt over een goede spelverdediger. Door Strumilo meegenomen uit België.
Frank Ripper-Stelen. Nog maar 22 jaar en tweede spelverdeler van de Belgische nationale ploeg. Remmen Blok van Dynamo mislukt. Direct punt voor Contreras en dus voor Nijfels. Wat weer op voorsprong is gekomen in deze eerste set. 24-23. Mulder. Eerste setpoint dus weggewerkt. Sootsma. Ripper-Stelen. Recht op het lichaam van Mulder en dan kan Broeven die bal niet meer halen. En dus opnieuw setpoint voor Nijfels. 25-24. Mulder. Goeie paas en Broeren die het dan afmaakt. Ook het tweede setpoint wordt weggewerkt. 25-25. Denkers. Kans weer voor de Zwitsers op het derde setpoint. Maar dan het goede blok van Olsthoorn en Mulder. De fout is dan van Contreras. De dreiging van het blok van Dynamo. En Dynamo voor het eerst op setpoint. 26-25. Weer een goed blok. Van Olsthoorn en Mark Broeren. En zo gaat alsnog de eerste set met 27-25 naar Dynamo. Maar het ging wel heel moeizaam. Ik wil graag terugkomen op het...